Dit is een net gevonden eitje van een gele kwikstaart. Een zomergast die in de Sahel overwintert en hier in de tarwe broedt. Ja, hoe komen ze eieren daar te liggen in een open stukje tarwe? Ik denk legnood. Dus dit is gewoon eigenlijk een heel rare toevalligheid. Maar laat wel even mooi zien hoe klein zo'n eitje is. En daar ligt zo'n gele kwikstaart, er 5 tot 7 van gemiddeld. 2 keer per jaar. Dus dat is de tarwe zou dat misschien kunnen leiden tot veel succes. Maar dit is een eitje van de gele kwikstaart.